door de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd in het kader van het baggerproject, zal het verkeer op de Suriname rivier de komende jaren wat intenser worden, zegt OV-minister Riad Noor Mohammed. De bewindsman sprak gisteren met journalisten voor aanvang van de reguliere raad van ministers op het kabinet van de vicepresident. Het baggerproject loopt goed. Buiten verwachting eigenlijk, laat me het zo zeggen. We zijn, aannemer is eerder op schema, vlot. Het werk gaat heel goed. We zijn nu in de fase om met de gebruikers af te stemmen. En ze stand-by te maken, de brieven zijn al de deur uit hoor, om januari te beginnen met innen. Zodat het systeem zich kan terugbetalen. En dan gaan we gelijk misschien een pilot van 1 of 2 maanden draaien. Dat ik zeker weet dat alles goed werkt. Het hele mechanisme. Je weet hoe dat zit soms met betalingen. Ik wil geen lange beren staan hebben, het moet vlot gaan. We moeten net een bedrijf kunnen runnen. En als dat gebeurt, gaan we gelijk de volgende fase doen om verder dieper te gaan baggeren. Ondertussen zijn bedrijven ook al begonnen met investeringen. Ik had gisteren nog een bedrijf aan tafel die aan de Kommerwijnrivier begint met zijn onshore activiteiten. Dus die ontwikkeling gaat ook heel goed. Dus de drukte op de Suriname rivier gaat waarschijnlijk de komende jaren versneld toenemen. Noor Mohammed zegt verder dat er maandag veldoriëntaties zijn uitgevoerd door de bedrijven die belast zijn met de bouw van de brug over de Quarantainrivier. Vertegenwoordigers van de bedrijven zijn naar de plek geweest die door de autoriteiten geprojecteerd is als het startpunt. Denk ik, dit soort grote projecten. De vraag is, gaan alle 500.000 tsunamis morgen over de brug van de Quarantain? Nee, dat is niet waar. Gaan alle 500.000 tsunamis via Jaffierport naar het buitenland? Natuurlijk, wanneer de economie zeer goed draait, dan ga je dat wel hebben. Dus de brug is in eerste instantie bedoeld om ondernemerschap en de toeristische sector vooral een stimulans te geven om de grote investeringen terug te verdienen en binnen te halen. Dit zijn projecten langjarig. Net als de bouw van de Weidebosbrug. Toen de Weidebosbrug kwam, had je misschien 1 auto per dag. 2 auto's per dag, maar je hebt gezien waar de spin-off is gekomen. Nu is die brug bijna niet meer toegankelijk, files op de brug. Nou, in diezelfde trend moet je de ontwikkeling van de Quarantain rivierbrug zien. De minister zegt dat hij binnenkort gesprekken zal voeren over de bouw van de brug over de Marowijne rivier. De bewindsman is van mening dat er geen discussie nodig is over de noodzaak van de nieuwe geplande bruggen. Ze moeten zo snel als mogelijk gebouwd worden, omdat andere oversteekmogelijkheden achterhaald en traag zijn.